Welkom op YouTube rondstruinende mensen die voor hun computer zitten aan een versnapering of een kopje koffie of aan de whisky met een sigaartje. Welkom, mijn naam is Piet en wederom weer een vlog van mij met betrekking tot carcleaning en detailing. In dit geval weer een Ford Fiesta 1.0 titanium 100 pk met wat leuke opties in de kleur chroomkopper. Een hele aparte, ja, echt koperkleurige, als het licht wel goed is, kleur. En soms kan hij een beetje zalmkleur rijken en dan daarna wordt hij weer iets oranjer. Dus het is een hele mooie variatie van tinten die in de lak zit op het moment dat je licht of zonlicht of whatever erop zet. Nou goed, zoals het bordje al verraadt, deze gaat in de Xeon keramische coating. Ik heb hem vanochtend al laten restylen. En een aantal deukjes eruit laten halen. Er zaten hier en daar toch een aantal wat deukjes. Ik heb inmiddels de wagen gewassen. Ik ga nu even het interieur schoonmaken. En daarna dan ga ik overtollige lak verwijderen van de motorkap. Want ik had al van tevoren al aan de klant gevraagd of hij de wagen kon brengen. Zodat ik even steenslag bij kon werken. Zodat de lak blanke lak kan drogen. Zodat ik die in de loop van de dag kan verwijderen en uitpolijsten. Ja, aparte kleur. Hele aparte kleur. Je ziet ze niet zoveel. Het is maar 1 of 2 jaar dat deze kleur geleverd is. En ik moet zeggen, persoonlijk hou ik wel van opvallende kleurtjes. Als het doorsnee Nederlands zwart, grijs, blauw of zilver. Ik ga lekker aan de slag. Ik heb er zin in. Dus wil je de vlog blijven volgen? Heel graag. Dan zou zeggen, stay tuned. Interieur is inmiddels uitgestofzuigd. Het nareinigen doe ik pas op het laatste moment als de buitenkant klaar is. Gezien de dag qua uren. Ik heb maar een bepaalde uren de tijd vandaag. Omdat ik de buitenkant af wil hebben. Omdat ik morgen wil gaan coaten. Dus interieur kan ik daarna ook nog doen. We gaan nu eerst de lakdieptereiniging. Ik gebruik daarvoor Xeon Detailer Spray met de Xeon Klei. Het is klei, maar ja, ik noem het lakdieptereiniging. Dus even kijken, want ik heb de klant uiterlijk, want ik wist van de aankoop aan. Van tevoren gezegd, laat de wagen niet poetsen. Laat het aan mij over, zodat ik een goede basis neer kan zetten. Ja, daar komt wel wat vanaf. Het is niet veel. Moet elk stukje vuil, is er 1 te veel. Wil je uiteraard topkwaliteit neerzetten. Oh, zo glad als een babyhuidje. Oh. Of zo zacht als een babyhuidje. De lak is nu zo schoon dat je echt het gevoel hebt dat je over fluweel heen wrijft. Zo glad. En dus aanhalingsglad wordt de, zacht wordt de lak. Het is echt net alsof je fluweel in je handen hebt. Heel zacht. Of heel glad. Moet ik natuurlijk wel goed zeggen. Goed, ik ga even verder met lakdieptereiniging. Een stukje van het dak. De helft van het dak heb ik gedaan. Andere kant. En dan rondom. En dan zie je me. Lakdieptereiniging ben ik klaar mee.
Het is weer heerlijk glad. En ik ga nu beginnen aan steenslag verwerken. En de overtallige blanke lak weghalen. En dan gaan we aan paleiswerk beginnen. Twee ronde spoorlijsten zitten erop. Grof en medium. En ik ga nu naar de laatste stap, de fijn. Dus ik ga de wagen nog een keer helemaal doen. En dan naderen we al aardig eind van de dag. Dus ik heb morgen nog het een en ander voor te bereiden. Voordat ik aan de coating kan beginnen. Goed. Dat is voor later. Dan gaan we nu nog een keer de volgende stap doen. Polijsten is klaar. Drie keer rondom geweest. En de lak staat er weer mooi glanzend bij. Ik heb tevens even de ramen gepolijst. En dan niet met de polijst wat ik normaal gesproken gebruik om krassen te verwijderen. Maar meer om het glas op glans te brengen. Want er hing een bepaalde waas overheen. Dus dat is al allemaal gedaan. Dus morgen ga ik verder met de rest van de wagen schoonmaken. Ontvetten en dan kan ik aan de coating beginnen. En dan heb ik dag 3, het laatste gedeelte, om wat de laatste dingen af te maken. Foto's te maken en uiteindelijk de vlog afmaken met het bekende rondje van de zaak. Zoals ik dat altijd doe. Tot zover. Ik zou zeggen, voor jullie tot de volgende shot en voor mij tot morgen. Zoals een goede coating het betaamt, is de fundatie belangrijk. Dus ontvetten. Brand. Eerste ronde. De eerste laag zit erop, laat het drogen en dan kunnen we over naar de tweede en laatste laag. Tot zover. Ronde 2.
Eerste keer is de pet een beetje verzadigen. Zo. Here we go. Laatste paneeltje in de tweede laag. Tweede laag zit erop. Coating kan nu drogen. Nu laat ik de wagen voor de rest met rust. En dan maak ik morgen de laatste kleine dingetjes nog af. Even de ramen nog even schoonmaken. Velgen nog even in de Xeon wielprotector spuiten. En dan gaan we al aardig richting het einde. We zijn inmiddels beland bij de laatste dag. En dat houdt in voor mij de laatste zaakjes afmaken. Waaronder ik ook nog even de voorruit in de raamcoating zet. Maakt de voorruit super waterafstotend, waardoor je dus eigenlijk je ruitwisselbladen praktisch niet meer hoeft te gebruiken. Fiesta is klaar. Hij kan terug naar de eigenaar. Afgelopen dagen bezig geweest met interieur even schoonmaken, want dat was al tip-top netjes, maar net even die laatste puntjes. Met name het dashboard wat nog wat glom, dat heb ik gematteerd. Uiteraard de lak gepolijst, laten restylen, in de coating gezet, bandjes gedaan, velg in de Xeon wielprotector, voorruit gecoat. Dus het is weer een mooi plaatje geworden. Rest mij nog te zeggen, je krijgt van mij nog het bekende rondje van de zaak. En weer bedankt voor je belangstelling en wellicht tot de volgende video. Ciao!